Maandagmorgen en we zijn weer blokjes aan het slepen. Nu hebben we daar, omdat het raam daar erin komt, hebben we het anders gemaakt. De vijver zou eerst een stuk langer worden. Die zou tot en met hier komen. Eigenlijk, dit stuk. Hier loopt een riool. Op een rare hoogte. Dus dat hebben we aangepast. We hebben dus de vijver tegen de buis aangelegd. Als we hem andersom, dan ging er nog weer 16 centimeter af. Dus nu vangen we die 6 centimeter schuimte, vangen we boven in de laag, vangen we die weer op. Waardoor je dus het grootste, ja, eigenlijk de vijver zo optimaal mogelijk, het gat optimaal mogelijk gebruikt. Het is een mooie vorm, bijzondere vorm. Daar komt nog één laag bij op. Dus de drie lagen boven. Dus boven het maaiveld. En hier komen nog twee bij op. Rustig knooien vandaan. Oh, nou. Voor iedereen die denkt dat vijverbouwen leuk is. Is niet altijd leuk. Godske. Ik kan er niet graven, man. Drie keer over 110 moet daar langs. Al die wortels. Fucking ellende. Maar goed, als het er is, zijn we er weer blij mee, toch? Yo! Einde van de dag. Lekker weertje. Kruip door, sleup door, dagie. Maar we zijn. Wat een echte vijver. Het ledingwerk zit er allemaal in. Folie hangt erin, is morgen feunen. Daar bij die boom. Kijk, weet je, ik hou van natuur. Maar ja, dan moet er maar een boompje dood hoor. Het buiswerk moet er ook langs. Die twee palen zijn los. Dat zijn die middelste boom. Ja, daar ligt het allemaal langs. Dat ligt allemaal hier. Kijk, dat komt hier allemaal eruit. Dat wordt nog even een beetje aangewerkt. Dat moet daar naartoe. Gaat daar door de wand naar binnen toe. Komt nog zand op, hè, jongens. Komt nog zand op. Ah, kijk, kijk, kijk. Echt vijvertje. Nou, wat hebben we hier allemaal mee te maken gehad? Hier was een rioolbuis, waardoor de maatvoering anders werd. Die mooie boompjes erachter. Oh, Skimmer zit perfect in de hoek, jongen. Echt perfect. Wat een bak, hè. Nou, nu gaan we naar binnen. Onze befaamde bezinkput, hè. Kijk, herrezen. Tada! En een zinkputje. Komt het ledingwerk binnen. Kijk eens aan. 3 keer 110. Is dat strak of is dat allemaal strak? Morgen feunen. Er zit buiswerk er allemaal in. Er zit folie in de bezinkputkan erin. Ja, dan is het alleen even wachten dat het filter er is. En dan kunnen we het filter erop doen en een kozijntje erin. Dat duurt natuurlijk nu iets langer omdat ik dat aangepast wil hebben. Maar goed, dit is dag 5, hè. Geen zenderspaneel vijvertjes, gewoon lemen en metselen. Dag 5 en heb... Dag 5, al het ledingwerk zit in de grond. Alles is kant-klaar voor het feunen. Top beertje. Morgen, goedemorgen met het fijne geluidje van de feun op de achtergrond. De zoemende beetjes, de fluitende vuggelkus en de boormachine. Vandaag mooi folietje erin maken. Net wat ik zeg, jongens, dit is dag 6 van dat we hier zijn. Eigenlijk dag 5,5. Halve dag hebben we vorige week nog een keertje gedaan. Vorige week. En dan kan er straks water in. Kozijn volgende week, omdat ik dat aangepast wil hebben. Dan kun je zien maatwerk, maar goed, dan een week later hebben we kozijn klaar. We zijn nog even aan het twijfelen binnen, omdat we een heel hoog
geval hebben van de afvoer van de trommel naar het riool. Het riool ligt hoger. Dus ik denk dat we dat moeten gaan pompen. Dat gaan we straks even overleggen. Daar hebben we een goede plan voor bedacht. Dus, maar nu eerst even wat metertjes aan elkaar veunen. Oeh, zweetdruppels. Dat is niet goed. Nee. Dat is niet goed. Dat is een goede man. Nee. Wat zit erin? Hoi. Heel mooi, kijk, mooie plaatjes overheen. Nou, daar zit 110 in voor de skimmer. Alles zit er netjes in. Oh, jeetje man, lekker hoor. Nu naar de bezinkput. Veel van jullie vragen zijn, wat is de bezinkput? Wacht even. Wij komen met het beuswerk van de drains en de skimmer komen we eerst in de verzamelbak. Zodat je dat goed kunt spoelen. Nou, van binnenuit, de bezinkput is dit. Gewoon een bak, daar komen de drains en de skimmer in uit. Hier doen we zand onderin. En dan krijg je dit door de bodem. Graf vuil komt hier. Wat je dan nu straks krijgt is dat dit is een drain. Yo, dat is een drain. En de skimmer. Al het graf vuil bezinkt hier. Je kunt die leiding kun je goed spoelen. Ja, dus je kunt die leidingen goed doorspoelen, omdat je heel veel waterbuffer hier creëert. Nou, dit zit onder het folie straks. Dus hier zie je niks meer van terug. Veegje wordt gevuld. Zo. Nou, zijn we weer lekker aan die arbeid. Toevallig. Dag van de arbeid. 1 mei. Maar kijk, het een putje. Ja, dat is heel ruim. Waar ik in aan het feunen ben. Ik heb ook altijd het mooiste werk, hè. Je hebt werkpaden, je hebt sierpaden en je hebt paden die te groot zijn. En je hebt kleine paadjes. Soms vraag ik me wel eens af hoe een ander dat doet. Die dingen zijn zo klein, man. Maar goed. Bezinkput. Alles vanuit de drain. De schimmel komt hierin binnen. Dus mini-vijver kun je gewoon goed spoelen. Dus je kunt de leidingen mooi doorspoelen. En van daaruit gaat het dan naar de filterinstallatie. Dit kan ook nog apart gespoeld worden naar het riool. Dus, maar wat ik vanmorgen zei, we zitten hier in het hoogteverschil. Dus we maken hier weer een pompetje naast. Dat we weg moeten pompen, helaas. Maar dat komt omdat hier op hoogte, daar zit de afvoer. En die gaat dan buiten ook nog een stukje omhoog. Maar totaal ligt dat dan weer hoger dan waar we hier zitten. Dus, nou goed. Komt helemaal in orde. Inmiddels begint het ergens op te lijken. Leiding werkt door de vloer. Dan gaan we alle hoeken bijwerken. Houd het niet over, putje. Houd het niet over. Ja, hoort erbij, hè. T-shirtje erbij. Oeh, water. Water. Dag 6. Kooi eventje vol met water. Bezinkputje klaar. Beuswerk klaar. Water in de vijver. Folie check. Komt volgende week. Volgende week één dagje filter aansluiten en dan is het project voor ons klaar. Dan moet ik wel eerlijk bekennen, ik moet even op glas wachten. De ene plaat, die moet ik natuurlijk opnieuw bestellen omdat ik het kozijn heb veranderd. Maar voor de rest, dus in feite 7 dagen. Als we dus nog één dag volgende week hebben, dan hebben we 7 dagen of eventjes gebouwd. En door naar de volgende zou ik haast zeggen. Maar het is mooi toch, goed moment, altijd water wat erin komt. Daar doen we het voor, dus dat is altijd mooi om te zien. Zo, en dan morgen weer in de winkel. We moeten zelf wel aan wennen hoor jongens. Maandag, dinsdag, woensdag bouwen en dan donderdag, vrijdag, zaterdag in de winkel. Vroeger was het natuurlijk van maandag tot en met zaterdag in de winkel. Dus het is voor mij ook even wennen. Net zoals voor jullie klanten even wennen die woensdag. Maar ja, we zijn wel gewoon 7 dagen. 6 dagen in de week aan het werk en de 7e dag als het nodig is doen we ook. Koisjo, Jeroens Koisjo. Ja, helemaal top. Ik kreeg van die mensen van die trommel, mensen van ons Koisjo, die staan op nog een Koisjo. Kun je zien, trendsetters hè. Gewoon, nee, dat is flauwekul. Dat is leuk toch. Hoe meer ziel, hoe meer vreugd. Kun je toch zien dat we wat goeds doen waarschijnlijk. Veel al dingen wie we kunnen kopiëren van elkaar is altijd goed. Dus nog een klein dingetje.
We hebben even een stop gezet op alle vevenbouwprojecten en alle aanvragen. Bij ons zie je heb je nog wensen om de filter te veranderen, bla bla. Ja, we hebben gewoon geen tijd. We zitten gewoon helemaal vol. Dus nee, daar hoeven we geen reclame mee te maken. We hebben maar 2 paar handen, eigenlijk 4 paar handen. En we kunnen niet meer eens werken, helaas. En het zit gewoon vol. Dus vandaar. Maar dit is wel mooi werk. De klant is blij, wij zijn blij. Wat ik net zei, afvoer doen we anders. Dat gaan we wegpompen in verband met het hoogteverschil. Het befaamde stroombord van ons komt erop. Onze deksels komen er natuurlijk op. Er komt ozon op de beluchting. Dan heb je toch wel weer een handtekening, zoals ze dat mooi noemen, van ons. Eenzijdig, bodem drains, bodem op afschot, één kant water terugpompen. Beluchte drain, stroombadje, bezinkputje, andere deksels. De trommel aangepast. Ja jongens, gewoon helemaal weer top. Maar goed, wat ik net zeg, voor mij ook even wennen. Want dit is het eerste seizoen dat we ook de woensdag erbij pakken. En voor velen van jullie die dat weten, ik ben natuurlijk niet in de wieg gelegd om alle dagen te bouwen. Nee, dat is flauw ook wel. Maar voor ons ook gewoon even wennen. Dus tot zover dit. En dan morgen weer vanuit de zaak. Bedankt voor het kijken alvast van dit klusje. Komen we zo uit Holten bij de volgende klus. Daar gaan we aan het werk. Sleupreclame. Volgende week. Jongens. Wat ik wel een klein beetje moedeloos van. Moet allemaal naar achteren, hè. Moet allemaal naar achteren. Gaatjes er al. Best gaat. Hè? Huh? Hallo. Hallo. Oh. Oh. Goedemorgen. Nou, dat is weer een kort nachtje geweest. Gisteravond bruiloft, topfeestje, moet ik ook weer eerlijk zeggen. Jongens, wat kunnen jullie als kooiliefhebbers allemaal feesten maken? Ook weer mooie zangers erbij. En we hebben nog. Ja, dat is wel mooi, moet ik zeggen. We hebben natuurlijk nog wel wat invloed op jeugd kunnen uitoefenen. Door toch de invloed van voetbal, zeg maar, een klein beetje te beïnvloeden.
Ik heb een Ajax hart, zoals jullie allemaal weten. Ja, goed. Dat in een Twente-familie. Ja, en als dan de jongste Tillig op de foto gaat en die zegt het is een Ajax-feest. Ja, dan heb je natuurlijk een topfeest gehad. Dus, maar goed, even een beetje bijkomen. Was vannacht natuurlijk weer wat later. En vandaag gewoon weer in de winkel. Lekker weer visjes scheppen, jongens. Beetje waterversen op de Tosai. Daar wordt natuurlijk nou goed op gevoerd. Dat zie je ook direct aan het water. Dus een beetje waterversen. Maar ja, goed, kleine huishoudelijke mededeling. Vanaf volgende week had ik gezegd, kun je de Champions League vissen ophalen. Maar dat geldt natuurlijk ook voor alle andere aangekochte vissen. En mocht het je niet uitkomen. Het is, jullie vroegen mij de hele tijd van, heb je een dag, heb je al een tijd dat we de vissen kunnen ophalen? Het mag vanaf volgende week. Dus het is niet moeten, het is mag, kan vanaf volgende week. Daarnaast zijn we natuurlijk dan druk bezig met de Champions League wie hierna aankomt. Die vissen zitten er ook al, zitten al goed op voer. Dus die, daar zijn we mooi ver mee. En over mijn schouder. Je denkt, er zit nog steeds iets op de muur, maar kijk. Kijk. Daar staat het. Daar staat het verloren pelletje. Het is geleverd. Het enige nadeel is dat we een beetje druk zijn om het eraan te maken, maar ik beloof je, op korte termijn zit het eraan. Dus nou ja, zoals je in het vlogje hebt gezien, holten zijn weer heel ver. Er komt van de week kozijn in. Nieuw project staat er weer klaar. Daar hebben we, ga ik ook erbij inzetten nu, met de machine, alle pellets bij de vijver kunnen zetten. Dus dat scheelt toch een heel stuk tulwerk. Ja, en dan gaan we daar volgende week verder. Nou, voor de rest zitten er nog wel een aantal nieuwe geitjes aan te komen. Voor hier in de winkel. Maar ja, dagen na het weekend weer meer over. Dus voor nu lekker weer in de winkel. Vissen scheppen. Watertemperatuur gaat eindelijk een beetje omhoog, omdat het mooi weer is geweest. Maar jongens, alsjeblieft. Ik heb veel berichtjes gekregen. Veel belletjes. Zieke vissen. Ja, de watertemperatuur ging van de week in één keer helemaal omhoog. Op het moment dat je heel veel voert, blijf het een beetje in de gaten houden. En ze zeggen één zwaluw maakt nog geen zomer. Maar dat zorgt er natuurlijk ook voor op het moment dat je dan best veel wil voeren die dagen al. Dat het water dat gewoon niet aan kan. En dan, ja, dan kun je problemen krijgen. Dus hou het een klein beetje in de gaten. En ja, voor nu rest me niks anders als een fijne zondag. En tot volgende week.